De rotonde bij bedrijventerrein De Schoenhaker moet snel veiliger worden. Dat vindt de Beuningse gemeenteraad. Sinds een zwaar ongeluk in 2019 is er al vaak over gepraat, maar nog niets gedaan. Verantwoordelijk wethouder Hoebe is verzocht vaart te maken en niet met maatregelen te wachten totdat er een nieuw mobiliteitsplan voor de hele gemeente ligt. Dat plan zou eigenlijk afgelopen najaar al klaar zijn, maar dat is uitgesteld om in de definitieve versie rekening te kunnen houden met woningbouw. Bij De Schoenhaker zou in elk geval een vrijliggend fietspad moeten komen.